Ik zit hier ook in de Great Old. Echt straf eigenlijk, maar de laatste keer dat ik in de lege Great Old geweest ben, dan zat ik aan een tafeltje daar, dat was in 1993, met mijn moeder alleen, en die vertelde toen dat mijn ouders uiteen gingen. En de reden dat ik dit vertel, is omdat jullie dan ook jullie zelf kunnen inschrijven voor een andere categorie dan sport. Maar dus ook human interest vanaf nu een categorie is waar jullie misschien toch een oorkonde in kunnen winnen. Kijk, ja. Dan stel ik voor dat we de vragen weggooien en het daar eens over hebben. Maar het is wel echt waar. Het is wel echt waar. Dat is daar aan die kant. Dus ja, dat was letterlijk het café. Ik ben geboren op de Terijdenlaan, 159. Een grijze, onpersoonlijke blok. En dan hebben mijn ouders heel lang gespaard om naar de chique Turvierenlaan te kunnen gaan. Letterlijk 300 meter verder. Maar dat was echt wel the other side of the tracks. Letterlijk de tram, was dat ook de 12, denk ik. Mm-hmm. En ja, dus hier van voor, de 210. Dus ja. Ja, redelijk Deurne-Noord. Ook hier altijd in school gegaan. Biskopenhofparktje. En dan Sint-Josef-Instituut. Dus dat is grappig, want ik ben heel lang niet naar Antwerpen komen kijken. En dat was ook wel tof of zo, een aantal jaar teruggegaan, dat je een aantal koppen terugziet van jezelf ook een beetje in de spiegel zien. We zijn allemaal veel ouder geworden. Maar ik zag nog altijd wel dezelfde Deurne-Noord-spirit, okay. Die toch een beetje eigen is aan dit interessant stukje Antwerpen. Je kunt de man uit Deurne-Noord halen, maar Deurne-Noord niet uit de man. Nee, want ik ben echt letterlijk in de vriendenkring of zo. Dat is een beetje de running gag. Vertelt nog eens hoeveel inwoners uit Deurne heeft. Want ik heb dat het schijnt echt te veel gedaan. Je kunt dat zo hebben dat je zo... Je doet de halve te lachen, maar je hebt niet door dat je dat constant zegt. Ik ben altijd diegene geweest die zei, ja, stop met Deurne te lachen. Ik bedoel, dat je een tijd had dat 85.000 inwoners, als je gaat zien, in de stedenranking van België of zo. Ja, dan zijn er echt dingen waar dat programma's over gemaakt zijn die niet de helft van die inwoners hebben. Dat is meer dan Zasselt of zoiets. Dat is meer dan ik weet niet hoeveel. Dus ja, in dat vlak voel ik dat ook wel, ja.